heel, heel goede avond. Ja, heel goed om zoveel mensen te zien in het Science Café Enschede. Welkom, mijn naam is Steven Dorrestein. Ik ben vandaag de moderator. Het is voor het eerst dat we weer zo'n volle zaal hebben na de coronaperiode. We hebben al een paar keer een valse start gehad en de vorige keer was het toch wel echt na de coronaperiode, maar toen hadden we de zaal toch nog, laten we zeggen, half vol. Dat is iets dat horen we overal uit de theaters, hè. De mensen zijn nog niet terug. Maar u bent nu echt helemaal terug. Misschien ook omdat het volop aangekondigd was. Op de website van Saxion stond een artikel. In Tubantia was een artikel. Misschien hebben velen van u dat gelezen. Kijk eens aan. Nou, hartstikke fijn. Heel leuk ook dat het Science Café zo in Enschede en in Twente onder de aandacht was. Waar gaan we het vandaag over? Het gaat over algoritmes. En wij krijgen te horen wat algoritmes zijn en wat we ermee kunnen. Hoe we daar de toekomst mee kunnen voorspellen. Of dat een beetje een rare uitspraak is. In hoeverre dat ergens op slaat. Wat we er wel mee kunnen, wat er niet mee kan. Wat er ook gevaarlijk aan is. Maar eerst maar eens, wat is een algoritme? Dat is ook al een moeilijke vraag. Ik heb een heel mooi boekje gelezen over techniek en maatschappij. Dat is mijn eigen vak. En ik dacht, dat zou heel geschikt zijn voor studenten. Op Saxion, waar ik werk. En laat ik bij mijn vader testen of dat inderdaad zo is. Hè? Dus dat had u allemaal kunnen zijn. Dus ik heb hem dat boek te lezen gegeven en hij zei, ja, hier heb je het weer terug. Ik kom er niet doorheen. Op de eerste bladzijde staat al vol met termen die ik gewoon niet ken. Wat is een algoritme? Nou, dat lijkt me een prima startpunt voor deze avond. Wij gaan over algoritmes horen. En wij krijgen een lezing door Marielle Stoelinga en Jeroen Linsen. Mevrouw Stoelinga en... Ja, je mag er alvast bij komen staan, maar wie en wat krijgen we eerst te zien? Ja. Algoritmen hebben een slechte naam. Dat zagen we bij de toeslagenaffaire, waar algoritmes leiden tot allerlei discriminerende beslissingen. Maar ook de algoritmes die Google en YouTube gebruiken om jouw video's aan te raden, leiden ertoe dat jij in je eigen filterbubbel blijft. Binnen de toeslagenaffaire waren algoritmen een oplossing voor een probleem, namelijk fraude. Terwijl er niet voldoende is gekeken of die algoritmes een effectieve oplossing waren. Op de UT werken we samen met Saxion aan algoritmes voor goede doeleinden zoals predictive maintenance, oftewel voorspellend onderhoud. En daardoor hangen we systemen zoals bruggen, tunnels, productiemachines, fabrieken vol met sensoren. En op basis van die sensorinformatie kijken we hoe de conditie van zo'n onderdeel of van een fabriek eruit ziet. Dus wat we eigenlijk doen is, we kijken vooral naar de combinatie van fysieke modellen met data-algoritmen om zo de beste van twee werelden te overbruggen. Even de slides. Ja, opzet. Ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn, om in het theater uit te leggen wat algoritmes zijn, wat je ermee kunt en jullie wat wijzer te maken. Maar eerst wil ik beginnen met een vraag. Wanneer denken jullie is het eerste algoritme bedacht? Is dat ergens voor Christus? Is dat in 1843, in 1956 of in 1997? Wie denkt voor Christus? Nou, heel wat mensen. Wie denkt 1843? Ook een paar mensen. Wie stemt er op 1956? Ja. Nou, heel goed. 1997? Niemand denkt 1997. Nou... ik kan jullie vertellen, eigenlijk zijn al deze antwoorden hebben wel een kern van waarheid in zich. Want het zijn allemaal mijlstonen op het mijlpalen als het gaat over de ontwikkeling van algoritme. Maar inderdaad, en zoals de meeste van jullie al zeiden, mijn favoriete antwoord is toch voor Christus. Ongeveer 300 voor Christus. Toen was er een man, Euclides, en dat was een Griek.
Die leefde in Alexandrië in Griekenland en dat was een wiskundige en die heeft het eerste algoritme bedacht. En dat algoritme, dat wordt nog steeds vandaag de dag gebruikt, bijvoorbeeld in cryptografische algoritmen. En hier zien jullie hem. Dit is een beroemd schilderij van Raphaël, gemaakt ongeveer in late middeleeuwen. De school van Athene, en daar zien jullie hem. Hier staat hij met zijn passer. Dus hier is hij uitvergroot, hier is hij iets aan het uitleggen aan zijn mede-wiskundigen. En die Grieken, die deden natuurlijk heel veel wiskunde, hè, zoals de stelling van Pythagoras. Die waren geïnteresseerd in getallen, in driehoeken, in kegels. En daar deden ze allerlei rekenen, daar rekenden ze aan en daar bewezen ze ook allerlei stellingen over. Hè. Nogmaals, stelling van Pythagoras. Maar Euclides was eigenlijk de eerste die daar ook een echte procedure voor heeft bedacht. Dus dat is een algoritme. Een stapsgewijze procedure, een lijst met hele precieze instructies, oftewel een recept. En hier is een oud manuscript, dat is van na Christus, maar waarin die procedure wordt uitgelegd. Dus wat deed dat algoritme? En ik heb hier een nerd alert, dus het is een beetje wat technische verhaal, maar als het te technisch is, dan de volgende slides zijn wat minder technisch. Dit algoritme... dat jullie hier zien, dat berekent de zogenaamde grootste gemene deler tussen twee getallen. Bijvoorbeeld de grootste gemene deler van 30 en 18 is 6. Waarom is dat zo? Nou, 30 kun je delen door 6, 18 kun je delen door 6 en het is de grootste daarvan. Hè? 30 kun je ook delen door 2 en 18 kun je ook delen door 2, maar 6 is groter. Dus we zoeken het grootste getal. En wat was nou dat idee van Euclides? Nou, als je nou het kleinste getal van het grootste getal aftrekt, dan blijft je grootste gemene deler gelijk. Hè, dus de grootste gemene deler van 30 en 18, dat is hetzelfde als 30 min 18 en 18. Dus dat is hetzelfde als de grootste gemene deler van 12 en 18, et cetera. Zo doe je dat, herhaal je dat principe steeds, totdat je op een van de posities een 0 overhoudt en dan... is je output 6. En dat zie je hier ook in dat stroomschema gebeuren. Je gaat kijken, is een van die twee getallen groter dan 0? En dan doorloop je dat systematisch. Dus conclusie nummer 1 van vandaag. Voor algoritmes heb je dus geen computer nodig. Maar wanneer was dan wel het eerste algoritme voor computers? Dat was in 1873. En dat is in 1843, pardon. Toen was er Charles Babbage, dat was een Engelsman, die had een analytical engine gemaakt waarmee je berekeningen kon doen. En dat had een geheugen, daar kon je ongeveer 1000 getallen mee opslaan en een rekeneenheid om berekeningen te doen. En het eerste algoritme is bedacht door een vrouw, daar ben ik natuurlijk heel blij mee, Ada Lovelace. Dat is, zij was de dochter van Lord Byron, dat is een bekende dichter, maar die dichter die was emotioneel niet zo stabiel. Dus haar moeder dacht, nou als ik haar nou genoeg wiskunde laat doen, dan wordt ze niet zoals haar vader en dan komt ze goed terecht. Goed principe natuurlijk. Dus zij, voor die analytical engine, wat deed ze daarvoor? Daar was een vertaling in het Italiaans, die heeft zij vertaald in het Engels en die heeft ze ook nog uitgebreid. In het bijzonder heeft ze een methode bedacht om zogenaamde Bernoulli-getallen uit te rekenen. Nou, wat dat zijn, dat voert een beetje te ver voor vandaag. Maar dat was wel het eerste echte computeralgoritme. En ze had verder nog ook een visie dat computers die zouden veel meer kunnen dan alleen maar rekenen en number crunching. Maar goed, waarom is er vandaag de dag dan zoveel te doen over algoritmes? He, als je de krant openslaat, de Tweede Kamer wil een meldplicht voor algoritmen. Algoritmes kunnen discriminerend zijn en tot subjectieve uitkomsten leiden. Dus waarom doen we hier zo moeilijk over als we van die mooie procedures van Euclides en Ada Lovelace hebben? Nou, dat is omdat... die algoritmes die we vandaag de dag veel gebruiken, dat zijn niet van die klassieke algoritmes zoals bij Euclides, lijsten van instructies, maar dat zijn zelflerende algoritmen.
En die zijn dus niet door mensen geprogrammeerd, maar geleerd op basis van data. Je kunt daar heel veel mee. Ja, je kunt ook katten van honden onderscheiden. En hier, als je het over dit soort algoritmes gaat, dan zijn alle buzzwords komen dan tevoorschijn. Kunstmatige neurale netwerken, dus neurale netwerken, deep learning, Bayesian networks, genetische algoritmes, et cetera. Er is heel veel terminologie. En dit is ongeveer begonnen in 1956. Toen was er een belangrijke workshop in Dartmouth in de US, waar heel veel AI-onderzoekers bij elkaar kwamen. En dat wordt vaak gezien als de eerste echte AI. Het startschot van de AI, van de artificiële intelligentie, van de lerende algoritmes. Er was echter één probleem. Die algoritmes werkten niet. En hier zie je, er zijn zogenaamde twee AI-winters. Mensen hadden wel algoritmes en hadden ook neurale netwerken, maar ze konden er niks mee. Er waren eigenlijk twee problemen met die algoritmes. Ze waren te traag en er was niet genoeg data, niet genoeg gegevens om die algoritmes goed te laten leren. Dus de problemen waren te complex en de computers die konden te weinig. Dus hier zie je een robot en die probeert zo'n AI-winter te overleven. Maar goed, na een winter komt de lente en in 1997, ook een belangrijke mijlpaal, dat is wanneer de schaakcomputer Deep Blue verslaat Kasparov in schaken. Nu, Deep Blue werkt voornamelijk met klassieke algoritmes, maar in 2013 zien we dat de AlphaGo-computer, die is helemaal gebaseerd op AI-algoritmes, met name neurale netwerken, en daar, die verslaat de heersend Go-kampioen Lee Sedol. En toen werkte het opeens wel, al die AI. En hoe kwam dat? Nou, er is veel meer computerkracht. En er is ook veel goedkopere dataopslag. Het is ongeveer zo dat de totale data die wij in de afgelopen 4 jaar hebben verzameld, is ongeveer evenveel als de data al van de hele historie daarvoor. Dus in 4 jaar hebben we evenveel data verzameld als van het jaar miljard tot nu. En dat komt eigenlijk door de wet van Moore. Dus rekenkracht, computersnelheid, die verdubbelt zich ongeveer iedere anderhalf jaar. En dat is eigenlijk al, dat is al sinds de jaren 50. En dataopslag, dat verdubbelt zich iedere 12 maanden. Dus dat gaat nog veel sneller. Dus je kunt gewoon steeds meer data op jouw computer opslaan. Nou, dat heeft dus geleid tot allerlei algoritmes. Hier zie je een paar en die kunnen ook allerlei dingen. Maar goed, wat is de samenvatting tot nu toe? Het eerste algoritme, 300 voor Christus. 1843, het eerste computeralgoritme. 1956, de eerste AI-algoritmes. En 1997, effectieve algoritmes, AI-algoritmes, zelflerende algoritmes. Maar ook een andere belangrijke conclusie van vandaag is dat niet alle algoritmes zijn per se zelfslerend, zijn per se artificiële intelligentie. Maar goed, de vraag is natuurlijk, waar eindigt dit? En er zijn mensen die voorspellen dat er eens een zogenaamde singularity point komt, waarop computers gewoon slimmer zijn dan mensen. Nou, hier is natuurlijk ook in science fiction heel veel over geschreven. Maar goed, de vraag is, hoe werken nou die algoritmes van binnen? Nou, ik wil jullie eerst nog wat toepassingen. Er zijn nog enorm veel toepassingen. Zelfrijdende auto's, deepfake filmpjes, gezichtsherkenning, het detecteren van storingen in wegen, Google Translate, dus allemaal AI-algoritmes. Het profileren, zoals we bij de toeslagenaffaire zagen, welke mensen hebben een groot risico op fraude versus niet. Er zijn heel veel legio toepassingen.
En heel veel algoritmes ook. Maar laten we kijken naar één speciaal algoritme, één voorbeeld ervan. En dit is een voorbeeld van een neuraal netwerk. En dit neuraal netwerk herkent cijfers. En natuurlijk, als je kentekenplaten of gezichten of honden wil herkennen, dat gaat ongeveer net zo, wel iets ingewikkelder, maar het principe is hetzelfde. Dus je ziet aan de linkerkant, zie je het cijfer 9 staan, nu is het 9. En eigenlijk zijn alle pixels van die 9 zijn input voor het neurale netwerk. En het neurale netwerk heeft inputs en heeft ook outputs, want helemaal aan de rechterkant zie je de cijfers 1 tot en met 9. En er wordt ook een score aangegeven, op welk cijfer lijkt het nou het meest. En je ziet dat inderdaad hier, als daar een 9 staat, dan... Kijk, nu gaat het meer richting 8, maar dan scoort die 8. Die 8 daar, die scoort heel hoog. Dus het output van zo'n neuraal netwerk, die geeft aan van hoe sterk lijkt mijn inputpatroon op mijn cijfer. En die neurale netwerken, die werken eigenlijk een beetje net zoals jouw hersens. Dus zo'n laag met groene bolletjes, die heeft inputs en die heeft outputs. Even kijken, werkt dit? Ja. Dus die kijkt naar al die pixels. Deze die heeft al die pixels als input. En op basis van die pixel gaat zo'n neuron, zo'n groen bolletje heet een neuron, gaat zelf vuren. Met een bepaalde waarde. Maar nu is het niet zo, sommige inputs, voor deze neuron, sommige inputs zijn belangrijker dan andere. En hoe belangrijk een input is voor een neuron, dat wordt aangegeven met gewichten. Dus je ziet hier een hele dikke groene streep. Dus blijkbaar is deze pixel heel belangrijk voor het vuren van die neuron. En het bepalen van die gewichten, van hoe belangrijk is mijn input, dat wordt gedaan door middel van leren. En zo'n neuron die heeft ook weer outputs naar die andere, naar een tweede laag. En die tweede laag doet weer precies hetzelfde. Hè? Net als in jouw hersens. Die tweede laag neuronen kijkt weer naar zijn inputs. Sommige zijn belangrijk en hebben een hoog gewicht. Sommige zijn niet zo belangrijk, hebben een laag gewicht. En op basis daarvan, van die input, gaat hij zelf vuren. En uiteindelijk komen we bij de outputneuronen. Nou, die geven geen output meer. En die geven dan het resultaat van de berekening weer. En zoals je hier ziet, deze scoort heel hoog op de 9. En het lijkt ook heel erg op een 9. Maar hoe werken nou die zelflerende algoritmen? Zoals ik net al zei, die worden geleerd uit een dataset. En een dataset, dat is een hele lange lijst met voorbeelden plus het juiste antwoord. Dus zoals je hier ziet, je hebt een heleboel voorbeelden. Wat is een 1? Hoe kan een handgeschreven 1 eruit zien? Hoe ziet een 2 eruit? Een 3 eruit? En je zet niet alleen maar het handgeschreven voorbeeld heb je erbij, ook het juiste antwoord. Wat staat hier echt? Staat hier een 1 en 2, et cetera? En zo'n dataset die verdeel je eerst in twee gedeelten. Een trainingset en een testset. En die trainingset wordt gebruikt in fase 1... tijdens het trainen, dus tijdens het leren van het algoritme. En de testset wordt gebruikt in fase 2, namelijk de validatie van het algoritme. Werkt het? Dus die fase 2, dat kun je eigenlijk zeggen, het is een soort examen voor algoritmes. Vinden we dat dit algoritme slaagt of niet? Hier ga ik nog wel wat technischer worden. Dus dit is wat er in de eerste fase gebeurt. Ik neem mijn trainingsset, die heeft voorbeelden cijfers, van handgeschreven cijfers en hun uitkomst. En wat dat algoritme doet, dat leren doet, is eigenlijk, zoals ik net zei, precies bepalen hoe die gewichten moeten zijn. Hoe moet ik mijn gewichten zo instellen dat ik hier aan het einde inderdaad het juiste antwoord krijg. Dat gaat met wiskunde. Dat is niet eens zo heel super ingewikkelde wiskunde. Hè, met wat lineaire vergelijking, met wat matrices. Hè, misschien heeft u dat op de middelbare school gehad.
Dus zo worden die gewichten bepaald. Maar dan is natuurlijk de hamvraag, werkt dit algoritme? Nou, als het algoritme slaagt voor zijn examen, dan ga je het gewoon gebruiken. Als het algoritme zakt, dan kun je herontwerpen. Hè. Je kunt meer data gebruiken of een ander soort algoritme, et cetera. Maar wanneer slaagt zo'n algoritme nou voor zijn test? Wanneer vinden we het algoritme goed genoeg? Dat is eigenlijk net zo als bij een normaal examen. Algoritmen moeten gewoon de meeste antwoorden goed hebben. Dan slagen ze. Kijk, als ze bijvoorbeeld in 99% van de gevallen het cijfer goed hebben, nou, dan vinden ze dat wel oké. Of misschien in 99,9 gevallen. En dat doen we, dat heet is het goed genoeg? Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde confusion matrix. Het is een beetje een technische term, maar ik denk dat het wel goed uit te leggen is. Wat er gebeurt is dit. Als jij een cijfer 9 ziet en het algoritme ook een 9 als uitkomst ziet, ja, dan vind je dat dus positief. Dan is het correct. Maar als het cijfer geen 9 is en het algoritme zegt ook niet dat het een 9 is, heeft het algoritme ook gelijk. Dus het algoritme moet vooral antwoorden in de groene delen produceren. En dan hebben we natuurlijk het eerste woord, positive, negative. Dat geeft de uitkomst van het algoritme weer. En dat is het laatste woord. En het eerste woord zegt, was dat antwoord van mijn algoritme goed of niet? Dus hier is het een true positive, want het antwoord is goed. Dit is een false negative, want het antwoord is negatief, geen 9, maar het is niet correct. Dus je wil dat je algoritme vooral in je groene gedeelte van je antwoorden set komt. En als dat heel vaak gebeurt, en bijvoorbeeld 99%, dan vind je het goed. En die algoritmes zijn vooral gebaseerd op statistiek, dus 100% ja, correctheid, dat garanderen ze niet, maar... Als ze heel erg een hele goede precisie hebben, dan vinden we dat goed genoeg. Ja, en zo komen we dus, als we dit allemaal doen, dan komen we, zoals dit plaatje hebben jullie nu al een paar keer gezien, dan komen we met dit algoritme aan. Dus zo werkt dat leren, met een trainingsset, testset, et cetera. Maar wat zijn nou de voor- en nadelen van die algoritmes? Nou, voordeel 1, het werkt. Het werkt gewoon echt goed. Zelfrijdende auto's, Google Translate, maar ook het diagnosticeren van kanker, kunnen algoritmes gewoon beter dan mensen. Voordat er die AI-algoritmes waren, hebben heel veel mensen gekeken naar automatische vertalingen, bijvoorbeeld op basis van grammatica. Dat werkte allemaal niet. Maar nu, met neurale netwerken en met al die andere AI-algoritmes, genetische algoritmes, Bayesianische netwerken, maar nu kunnen we dit gewoon wel. Er is nog heel veel mogelijk. En zoals ik zei, beter dan mensen. Bijvoorbeeld bij kankerdiagnoses, zijn mensen daar ook niet 100% correct, een algoritme ook niet, maar het algoritme doet het wel beter dan mensen. Nou, dat is een belangrijk voordeel. Er zijn ook nadelen. En een van de nadelen is natuurlijk, bagger in is bagger uit. Als jij geen goede dataset hebt, ja, dan kan jouw algoritme nog zo goed leren, dan werkt het niet in praktijk. En ook als je discriminerende data in jouw algoritme stopt, ja, dan gaat jouw algoritme ook discrimineren. En bijvoorbeeld, stel, ik heb jullie laten zien deze dataset als voorbeeld gegeven. Als je die witte dataset in je algoritme stopt, geeft je algoritme echt wel een antwoord. Of er iets zinnigs uitkomt, ja, dan vertelt het algoritme niet. Maar dan kan je met zo'n witte dataset een hele belachelijke, idiote getallen uitkomen. En jij denkt, ja, als je niet echt snapt wat het antwoord moet zijn, geloof jij het gewoon? Andere algoritme is dat zelflerende algoritmen heel slecht te begrijpen zijn. En dat noemen we het zogenaamde black box principe. Het zijn zwarte dozen, je stopt er een bak data in, er komt een antwoord uit, niemand die het snapt hoe het echt werkt. En die algoritmes van Euclides,
aan het begin, die kun je gewoon regel voor regel nog doorgaan. Dat kan hier niet. En dat komt omdat, ja, hier zie je dat bij die neuronen hier, zie je dat sommige input, bijvoorbeeld sommige input is heel belangrijk voor dat neuron. Maar niemand snapt eigenlijk waarom sommige input belangrijker is en andere niet. En bijvoorbeeld je zou kunnen denken, nou, als ik bijvoorbeeld een 8 wil herkennen, dan heb ik een cirkel boven en een cirkel onder. Heb ik 2 cirkels en misschien kan ik in mijn neurale netwerk wel ergens zien, hier zit cirkel, de bovenste cirkel en daar zit de onderste cirkel. Maar dat is niet zo. Het is 1 grote kluw met neuronen en ja, zoals ik gezegd, niemand snapt hoe het werkt. En de vraag is, ja, je kunt dus niet aan het algoritme vragen, waarom ben je tot dit antwoord gekomen? Het is heel lastig. Terwijl bij die Euclides algoritmes kun je wel veel beter zien hoe een bepaalde input tot een bepaalde output leidt. En de vraag is dit, ja, willen we dit? Willen we hele belangrijke beslissingen, misschien een rechtspraak, overlaten aan algoritmes? En by the way, wie is er aansprakelijk als er iets misgaat? Dus dat zijn echte nadelen. En ik ben gewoon heel benieuwd wat jullie denken. Hoe moeten wij algoritmes inzetten in onze maatschappij? Waar moeten we ze wel voor gebruiken en waar niet? Dus daar wilde ik mee eindigen. Marielle Stoelinga, heel hartelijk bedankt voor je uitleg zover. En misschien kunnen wij jullie al heel eventjes nadenken over deze vraag. En jullie mogen ook al wat roepen. Maar jullie mogen ook je antwoorden en alle vragen even bewaren tot in de pauze. We hebben dadelijk de tweede lezing en dan is er pauze. En wij hebben onze befaamde bierviltjes die helemaal volgeklapt mogen worden met vragen voor de sprekers. Die gaan wij gebruiken in het deel na de pauze om te discussiëren met de beide sprekers. Ontzettend bedankt voor het uitleggen over algoritmes. We hebben een overzicht gekregen van waar ze vandaan komen. Voor Christus, hoe zich dat een beetje heeft ontwikkeld. Ik weet niet of we allemaal al helemaal in detail konden volgen hoe een algoritme zelflerend kan zijn, maar we hebben daar toch wel een overzicht over gekregen. Na de pauze gaan we in discussie over de vraag hoe dat dan precies werkte en waarvoor wel en waarvoor niet. Ja. Heel hartelijk bedankt. Wij hebben nu nog een tweede lezing voor de pauze. En die wordt gegeven door Jeroen Linssen vanuit Saxion. We gaan daar denk ik nog meer zien over de toepassing van algoritmes. Maar Jeroen wordt ook weer voorgesteld met het filmpje. We proberen hier bij ons lectoraat Ambient Intelligence vooral data slim in te zetten. Dus eigenlijk modellen te maken om dingen te voorspellen of om dingen te klassificeren. Binnen heel veel verschillende domeinen eigenlijk. Energietransitie, technische industrie. Als lectoraat zijn we bezig met heel veel verschillende soorten onderzoeksprojecten die we samen met het onderwijs oppakken. Rondom beveiliging van verschillende zaken, maar ook rondom sport en rondom beveiliging van brandweermensen. Ook het spoornetwerk, daar zijn we bezig met verschillende projecten om bijvoorbeeld onderhoud beter in te kunnen plannen. Dus om echt van tevoren te kunnen voorspellen wanneer onderhoud plaats moet vinden. Structural Rail zijn we bezig in een aantal verschillende projecten om te kijken naar hoe we het spoor kunnen digitaliseren eigenlijk. Want in Nederland hebben we een goede 3000 kilometer aan spoornetwerk liggen met onderdelen die tientallen jaren oud zijn in sommige gevallen. En wat we eigenlijk willen doen is met het digitaliseren kijken wat voor objecten er eigenlijk in het spoor zitten om dat allemaal in een digital twin als het ware op te slaan. Goedenavond dames en heren, ja, mijn naam is Jeroen Linssen.
Ik zie dat we aan het einde van mijn presentatie aanbeland zijn, dus dat was hem. Nee, ik wil jullie graag iets vertellen over de toepassingen en uitdagingen van artificial intelligence. Dat is mijn achtergrond. Daar doe ik een hoop onderzoek naar op het Saxion. Dus bijna directe collega van Steven sowieso. Ik werk ook veel samen met Marielle Stoelinga, dus we dachten dat is een mooie 1-2'tje zeg maar. Rondom de theorie achter AI en een paar van de toepassingen, maar ook zeker de uitdagingen van AI, dus artificial intelligence, en algoritmes. Toen ik gevraagd werd deze lezing te geven, dacht ik in eerste instantie van even terugkijken naar hoe mijn eigen geschiedenis er eigenlijk uitzag met relatie tot algoritmes. En ik moest eigenlijk denken, misschien een heel simpel algoritme voor potten en pannen eigenlijk, dat ik een beetje had bedacht. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik studeerde destijds CKI, cognitieve kunstmatige intelligentie, in Utrecht. En ik woonde in iets dat hier op een beetje op leek, dus dat was op zich al een hele uitdaging naast de studie. Maar een veel voorkomende uitdaging was eigenlijk ook keukenkastjes die er een beetje zo uitzien en dan die genoeg uitdagingen met zich meebrachten. Dus ik zat een beetje met een algoritme te klooien om toch wel alles alsnog precies in één keukenkastje te proppen. Dus als het ware om het allemaal netjes in elkaar te gaan stapelen. Nou, dat is op zich niet het allermoeilijkste algoritme, maar ik wilde wel even zeggen, dat is ook een algoritme, dus dankjewel voor die voorzetjes, Marielle. Maar wat me meest is bijgebleven is eigenlijk, wat ik een heel mooi compliment vond destijds van een huisgenootje van mij, namelijk toen ik dat zo toch wel vrij snel allemaal in elkaar kon steken, al die potjes en pannetjes, zij zei tegen mij, wow, je denkt echt als een robot. Dus je denkt heel logisch en schijnbaar kun je het zo in één keer in elkaar steken, dat zal wel AI zijn ofzo. Dat even als kleine introductie van mij, want nu werk ik bij Saxion, 15 jaar later zeg maar. Dan ben ik daar associate lector en ik doe heel veel onderzoek op het gebied van AI. En al toegepast direct met bedrijven voornamelijk. Dus dingen rondom predictive maintenance, dingen in de gezondheidszorg. Een klein beetje inderdaad ook hoe mensen omgaan met dat soort, technologie. Human media interaction, human robot interaction. Maar waar ik het vandaag eigenlijk vooral met jullie over zou willen hebben, is wat artificial intelligence niet of wel is. En voor de mensen die wel vaker praatjes hebben bijgewoond over AI, dan zie je dat soort mooie graphics van een of andere killer robot, of wat mooie hersenen met wat magische eentjes en nulletjes die eruit komen. Daar heb ik zelf een gigantische hekel aan, zeg maar, want dat is echt niet hoe het nu gaat in onze computers. Dat is niet wat je, als je bij ons naar binnen loopt bij Saxion, allemaal ziet zeg maar, op de afdeling. Dus dat wil ik even meteen die denkbeelden een beetje weghalen bij iedereen. Net zoals, dit is toch een beetje ook een klassiekertje van, kun je beeldherkenning samen met AI doen om het verschil te zien tussen die mopshonden of zo en normale lappen dingen. En de chihuahuas en de muffins is altijd een schoolvoorbeeld van, dit zijn uitdagende dingen om te doen met AI. Dus ik wil even zeggen, artificial intelligence, deze termen hoor je misschien wel vaker. Machine learning, deep learning, robots. Misschien dat er wel iets magisch is, want je snapt niet precies hoe het werkt. Daar wil ik even allemaal van af. Ik wil even een beetje toe naar een, wat mij betreft, betere definitie van wat AI dan zou moeten zijn. Moeten we inderdaad een beetje terug voor in de geschiedenis, 1955, 1956. John McCarthy had een vrij generieke definitie daarvoor, the science and engineering of making intelligent machines. Die is gigantisch breed en wat mij betreft nog steeds een super hanteerbare definitie. Want als je goed kijkt naar AI, zie je eigenlijk het volgende. AI als een soort van paraplu-term, want in mijn visie is AI intelligente technologie waarvoor we nog geen andere naam hebben. Die is ook heel flauw, dat geef ik eerlijk toe. Maar als je dan denkt aan termen als beelderkenning, de robotica, deep learning, XPR-systemen, zelfrijdende auto's, je Siri, Alexa, etc. Allemaal voorbeelden van AI en die noemen we nu bij naam omdat we daar nu aan gewend zijn tot op zekere hoogte. Dus we weten in ieder geval dat het bestaat. Ze komen allemaal wel nog voort uit het grote paraplu-termgebied AI, Artificial Intelligence. Dus die is nog vrij breed, maar ik heb ook toch even om een klein voorbeeldje te schetsen van hoe dat zich dan een beetje verhoudt voor de mensen die een beetje van logica houden. Misschien zijn die hier aanwezig. AI als vakgebied, superbreed. We hebben machine learning, is daar een onderdeel van. Deep learning is daar een onderdeel van. En dan hebben we ook nog een vaag dingetje dat dan data science schijnbaar schijnt te heten. Daar houd ik me vooral mee bezig. Hoe kunnen we data science inzetten om onder andere met behulp van AI informatie uit data te halen? Dus inderdaad,
als we heel veel data verzamelen van mensen, omgevingen, industrie, systemen, et cetera, hoe kunnen we daar dan toch informatie uithalen met al die algoritmes? Ik heb geleerd dat als je een formule gebruikt bij een publiek, dan verlies je altijd de helft van je publiek. Dus doe je aan die helft. Ik heb me geprobeerd simpel te houden, dus ik hoop dat dat een beetje overkomt. AI is P+P. Dit is een beetje ook mijn persoonlijke definitie van wat AI dan is. Namelijk patroonherkenning plus planning voor actie. Dus wat je zou willen doen met behulp van AI is een bepaald inzicht krijgen in een patroon. En daar vervolgens iets mee doen. Nou, dat is vrij logisch. De meeste mensen doen ook wel een beetje intelligent. Dus die gaan een beetje op dezelfde manier te werk. Ze zien iets, ze redeneren daarover. En dan gaan ze daar iets mee doen met die informatie. En dat zou mijns inziens AI ook moeten doen. Dus zo wil ik hem even in eerste instantie framen voor iedereen dat dat is wat AI is. Nog steeds heel breed. Dus daarvoor heb ik een aantal voorbeelden van hoe zich dat dan in het echt kan voordoen. Maar misschien eerst even oefenen. Ik heb ook geleerd dat als je heel simpele dingen laat zien, dan is dat meestal een instinct. Dus dat is misschien een spoiler. Patroonherkenning. 1, 2, 3, 4. 100. Vertel, wat is het volgende getal hierna? 101, 102. Bijna goed, want hierachter zit een model. Hierachter zit een formule. Ik zal hem misschien even laten zien. Of iets de andere helft van het publiek. Dit is de formule. Ja. Sommigen van jullie zitten misschien wat dichter in de buurt dan anderen. 1, 2, 3, 4, 100. Volgende getal is 481. Spreekt voor zich, als je het zo ziet. Wat ik hier even wil stellen is dat er een patroon is, dat moet je eerst leren herkennen. Dus daar moet je sowieso genoeg data voor hebben. Dus even meteen een slag om de arm. Op basis van historische data kunnen we niet alles voorspellen in de toekomst. Meteen even teruggrijpend op de titel van deze lezingen. Voorspellen van de toekomst is moeilijk als je nog niet weet wat er gaat komen. Dat blijft een gegeven natuurlijk. Tot zover de open deuren voor vandaag. Er zitten een aantal kernvragen bij namelijk. Dus welk model zit er precies achter wat je nou wilt voorspellen? Wil je een getalletje herkennen inderdaad? Nou, dat kunnen we super accuraat doen met onze huidige algoritmes. En verwacht je daarvoor ook een simpel of een complex model? Inderdaad, zoals die neurale netwerken, best wel complex om te begrijpen. En een van de kernvragen daar is ook, op basis waarvan maken we dan een model? Kun je doen op basis van kennis, met die logische systemen, zagen we in het voorbeeld van Euclides ook. Die dacht logisch na over alle stappen, dat valt ook uit te leggen, zeg maar, iedereen. Volgens mij begrijpt iedereen dat wel redelijk. Maar als je met behulp van data aan de slag gaat en daar allemaal dingen aan probeert te koppelen, ja, is dat rechtmatig? Kun je daar echt iets van zeggen? Nou, doet het goed, maar ja, ik heb altijd geleerd bij wiskunde, het antwoord, als je alleen maar het antwoord geeft, is het fout. Je moet ook de berekening laten zien. Dus dat is ook één dingetje dat ik mee wil geven. Van ja, het is goed dat die algoritmen hun werk goed doen. Maar ja, wat is dan uiteindelijk nog goed? Eén dingetje waar we aan gewerkt hebben op Saxion is het voorspellen van blessures met behulp van AI-algoritmes. Dan denken jullie, oké, dat klinkt een beetje vreemd misschien. En we hebben daadwerkelijk met een aantal voetbalclubs gekeken of we konden voorspellen wanneer spelers zouden uitvallen. Hoe hebben we dat gedaan? Nou, wat jullie misschien niet weten is dat al die spelers tot op zekere mate allemaal uitgerust zijn met sensoren tijdens de trainingen en soms ook tijdens voetbalwedstrijden. Dus er wordt continu bijgehouden hoe snel zij bewegen, hoe hoog ze springen, hoeveel stops ze maken, wanneer ze de bal passen of niet. En op basis van al die data zou je een of ander magisch model moeten kunnen maken waarmee je de blessures kunt gaan voorspellen. Mooi. We hebben een aantal datapunten. Het is misschien een beetje semi-zichtbaar hier, maar je ziet een aantal datapunten die we uiteen hebben getrokken met behulp van een algoritme. En als ik jullie dan vraag, inderdaad, oké, trek hier eens een lijn door om de ene van de andere helft te scheiden, dan zou die waarschijnlijk zo recht door het midden gaan. Om aan te geven welke mensen zeg maar blessures hebben. Dat is dan het probleem wat het algoritme zegt, die trekt inderdaad een lijn door het midden, maar die ziet een aantal vals negatieve, vals positieve zaken. Waar komt dat nou door? Doordat er maar heel weinig voorkomens waren van blessures. Want nou, zoals je ze hier ziet, die rode stipjes, dat zijn er in totaal 4 van het aantal metingen dat we hadden over een half jaar. Dus daarmee ook even zeggende dat als je maar heel weinig data hebt, heeft het ook niet zoveel nut om daar bepaalde waarden aan te,
toe te kennen, zeg maar, als je toch met zo weinig datapunten een moeilijk model wilt gaan samenstellen. Dus toen hebben we een nog veel complexer model gemaakt. We hebben gekeken naar hoe we andere dingen kunnen voorspellen. Dus niet alleen maar blessures, maar juist de belasting van mensen. Dus hoe belast zijn ze? En dat is meer een soort van glijdende schaal in plaats van ja, nee. Dus dat valt veel beter te voorspellen eigenlijk of iemand een te zware training heeft gehad of juist een te lichte training. Of die wat meer belast kan worden door zijn trainingscoach de volgende sessie. Dus ook om even aan te geven dat je ook de goede vraag moet stellen als je AI gaat toepassen. Dus niet per se een ja-nee vraag, maar misschien meer een vraag om een schaal van hoe overbelast is iemand. Dus in plaats van blessures kijken naar overbelasting bij sporters, was een van onze dingen. AI voor digitalisering van de sport. Je ziet hier natuurlijk een mooie spoorkaartje van heel Nederland. Volgens mij zei ik het al in het filmpje. Wie heeft onthouden hoeveel kilometer spoor er in Nederland ligt? Goed, zo goed opgelet. 3000 kilometer spoor, fantastisch. Op zich heel leuk en een van de misschien toch wel beste spoornetwerken van de wereld. Alhoewel veel mensen daar anders over denken. Maar wat heb je nou in het spoor? In het spoor inderdaad heb je om de 100 meter zulke dingen staan. Zulke draagconstructies, bovenlijnen. Als we nu al die 3000 kilometer spoor willen gaan inventariseren, digitaliseren, dan moeten we dus, reken even dezelfde, 30.000 van zulke constructies gaan in kaart gaan brengen. Nu gebeurt dat tot op zekere hoogte allemaal met het handje. Dus mensen gaan langs het spoor lopen, met bepaalde veiligheidsissues natuurlijk, om te kijken welke dingen nou op welke plek staan. Om dat in ieder geval digitaal vast te leggen, want het zit nu nog allemaal voornamelijk op haar papier vastgelegd. Aan ons de schone taak om dan te gaan kijken of we dat met behulp van digitale methodes kunnen gaan oplossen, zulke dingen. En dit is zeker een best wel uitdagend stukje werk, dus daar zijn we nu een goed jaar met Structon Rail mee bezig. Want wat zij voor data hebben, zie je hier achter mij staan, is een puntenwolk, een point cloud. En in dat plaatje daarbij zie je een soort van speciaal soort scanner, een LiDAR scanner, die gaat bepalen inderdaad. Die gaat geen foto's maken, maar die gaat een soort van 3D-foto's maken. Dus hoe dat dan werkt van zulke puntenwolk is, die radar stuurt een signaal, die stuurt een radardeeltje uit, kaatst weer terug, en op basis daarvan weet je ongeveer de afstand tot een bepaald punt. Dan zou ik hier ook een foto kunnen maken van de hele zaal hier, en dan heb ik als het ware 3D-informatie van de hele omgeving. Dat is op zich mooi, die data kunnen we allemaal opslaan, en dan kun je daar op zo'n manier een beetje wel met een beetje fantasie, als mensen in ieder geval, inzien of dat cilinders zijn of kubussen bijvoorbeeld. Makkelijk genoeg. Puntjes alleen, we hebben 2,5 miljard punten per kilometer, dus dat zijn er best wel veel. Nog even een oefeningetje in patroonherkenning voor iedereen hier dan. Wat zien we hier? Peer, ja, zeker goed. Wat zien we hier? Ik zou het ook niet weten, eerlijk gezegd. En ik heb mezelf ook niet opgelost eigenlijk. Ik heb me gewoon van internet geplukt. Dit is een van de moeilijkere voorbeeldjes van de lijntekeningetjes van vroeger, weet je wel. Verbind alle puntjes. Dus er staan zeker overal cijfertjes bij. Dus na afloop krijgen jullie allemaal deze mee naar huis. En dan heb je wat te doen vanavond voor het slapen gaan. Maar om even aan te geven, dit zijn dus super complexe problemen om op te lossen. Zelfs al staan er cijfertjes bij die je helpen om alles te doorgronden. Dat hebben we dus bij die puntwolken helemaal niet. Dus als we een algoritme willen gaan maken om zoiets op te lossen, om daar bijvoorbeeld objecten te herkennen in die puntenwolk, dan wordt het best wel complex. En daar zijn we een beetje toegegaan naar een soort van samenwerking tussen, wat kunnen wij als mensen nou als logisch algoritme bedenken en een stukje data van die machines. Want we zien zelf ook wel zoveel data, daar gaat die machine ook niet lukken. Dus in eerste instantie heeft een van onze onderzoekers gekeken naar, hoe kunnen we, als we zo'n point cloud scan hebben, hoe kunnen we die een stukje simpeler maken als het ware? Heeft hij een eigen algoritme voor gemaakt en het is tot op zekere hoogte vrij overzichtelijk. We beginnen eerst even met een bovenaanzichtje van alles. Moeilijk woordje bij voxeliseren, want dan klinkt het chic. Volgende stap, we gaan even alle punten plat slaan. Dus we gaan gewoon kijken, in waardes van 1 en 0 zie je hier als wit en zwart. Die kunnen we ook pakken. Dus hier zie je al, ook bij als mens hoop ik dan, een beetje de
de lijnen in van de elektriciteitslijnen van het spoor. Vervolgens die gaan we gebruiken als masker, dus we snijden alles naar de zijkanten daarvan af, alle bomen en zo die je misschien herkend had. En daarna gaan we nog een maskertje toepassen om precies die portalen, die draagconstructies te herkennen uit dit bovenaanzicht. En op basis daarvan gaan we dan in de puntenwolk weer uitsnijden welke data we eigenlijk nodig hebben. Dus op die manier gooien we al in feite 90% van de data weg, want die is niet nodig om die specifieke portalen te herkennen. Dus in één klap zijn we van een hoop data af. Dat is in sommige gevallen heel fijn. En waar komen we dan tot? Nou, tot een mooie set van dit soort portalen in puntjes, zeg maar. En hier even platgeslagen natuurlijk, anders dan gaat het niet werken met zo'n beamer. Maar ga maar even vanuit dat het allemaal 3D-informatie bevat. En wat doen we vervolgens als Saxion, als hogeschool? We gaan niet alle moeilijke dingen zelf bedenken, daar hebben we Marielle en collega's voor. We gaan het vooral proberen toe te passen. Dus direct inderdaad op basis van die dataset hebben we een goed algoritme gevonden dat volgens ons best wel mooie dingen zou kunnen doen. Vrij beschikbaar op internet, ook heel mooi om te doen, want dat is toch waar de wetenschappelijke community tegenwoordig ook om draait. Resultaten delen en die ook bruikbaar maken, dus daar maken we dankbaar gebruik van. En dat ziet er een beetje zo uit, natuurlijk ook super makkelijk te begrijpen. We jassen al die data door zo'n soort netwerk heen. We pakken er even een stukje code bij, natuurlijk totaal onleesbaar op deze manier. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Om even aan te geven, er zitten nog een hoop stappen aan het hele verhaal. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat we zo'n soort plaatje krijgen, waarbij je ziet dat de verschillende onderdelen van die draagconstructie, voorbij het spoor van de bovenleidingen, best wel goed gesegmenteerd kunnen worden, zoals dat dan heet. Dus je ziet per kleur een type object. En dit is een van de voorbeelden waar het heel goed gelukt is, dus eigenlijk met een heel, of best wel hoge nauwkeurigheid, dat je kunt zeggen, ja, die palen worden heel goed herkend, boven draagliggers ook wel. Hier zijn er nog een paar punten die gewoon niet worden erkend, die worden buiten beschouwing gelaten. Maar het doet het vrij goed. Werkt natuurlijk alleen wel als je genoeg data hebt van dat soort objecten. Dus ja, sommige dingen gaan gewoon helemaal de mist in, want die heeft hij maar één keer gezien bijvoorbeeld. Van één keer kun je niet zo heel veel leren, daar moet je misschien wel mens voor zijn om dat goed te begrijpen. Dus zulke dingen werken nog niet voor alles. Maar we zijn wel nu met goede resultaten aan de slag dus om dat weer verder uit te rollen bij Structonrail en voor het hele Nederlandse spoor. Nu op basis van 1 kilometertje, binnenkort over meerdere kilometers in ieder geval. En dan vraag je natuurlijk, wat kunnen we er dan mee? Ja, allemaal leuk en aardig. We gaan natuurlijk dingen automatiseren, dus dat maakt het veel makkelijker voor mensen om dat sneller in kaart te brengen. Beter voor de veiligheid, ook voor het onderhoud. Je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen dat je ieder jaar even zo'n scan maakt en dan gaat vergelijken, oké, welke dingen zijn er veranderd in de omgeving. En natuurlijk ook ontwerpen voor de toekomst. En dat is misschien een beetje een tricky voorbeeldje. Maar daar gaat het ook om digital twinning. Dus kijken of je een digitale kopie kunt maken van de werkelijkheid. En op basis daarvan weer een nieuw ontwerp te maken. Daar dingen aan te passen, aan te simuleren. Wat voor dingen er daar dan goed of minder goed aan zouden kunnen gaan. En op die fiets zijn we ook bezig met, ik en Marielle samen in het project Primavera met een hele hoop andere partijen, waaronder NS, om die hele cyclus ook goed te maken als het ware. Want je kunt je voorstellen, leuk zo'n model, je moet eerst data hebben. Die data moet ergens vandaan komen, moet ergens opgeslagen worden. De hele cyclus van data verzamelen, analyseren en ook teruggeven aan de goede mensen op de goede manier. Dat is waar dat hele project om draait, om dus ook dat predictieve onderhoud beter te bewerkstelligen. En dat is slechts één toepassing van vrijwel talloze toepassingen. Ik wilde even een paar uitdagingen ook toelichten die er volgens mij nog steeds bestaan. Want mensen denken misschien wel vaker van AI, dat gaat allemaal dingen op semi-magische wijze oplossen. Maar ik denk dat AI op dit moment nog steeds echt ongelooflijk weinig kan. Dus ik ben niet zozeer de doemprofeet, zeg maar, die gaat zeggen, nu gaat het allemaal mis. Nee, ik denk dat er nog genoeg niet te begrijpen dingen zijn nu voor AI. Ik ga wel de goede kant op daarmee, maar goed. Ik denk één uitdaging is begrijpbare modellen. Nou, we zagen net al inderdaad voor het stukje cijferherkenning. Een neuron is nog een beetje begrijpbaar in ieder geval hoe de verbindingen lopen. Andere netwerken zijn toch wel een stuk complexer, zeg maar. Dus daar gaat het al gauw om duizenden van die neuronen die in honderden lagen zeg maar, aan elkaar gehaakt zijn. Dus probeer daar maar een chocola van te maken, dat gaat je niet lukken. Proberen we wel een beetje aan te pakken met een term onder de noemer explainable AI. Dus kunnen we alsnog wel inzicht geven in wat er gebeurt in een laagje.
kunnen we zeggen van, nou, bij dit plaatje gaat het precies om deze pixels die belangrijk zijn. Dus we proberen wel wetenschappers alsnog naar te kijken hoe we daar alsnog iets van kunnen maken. Maar dat is één duidelijke uitdaging van wat ik net ook al zei. Als je alleen maar het antwoord geeft, is het niet goed. Het moet ook uitgelegd worden waarom dat het antwoord is, voordat je een model vertrouwt. Andere uitdaging voor AI is een stukje training. Ik zei net al, heel veel datapunten die je misschien hebt. Even een heel technisch verhaal hier. Dat is een model voor natuurlijke taalverwerking gemaakt door Google. Allemaal leuk en aardig. Waar het om gaat is, je geeft dat model een stukje tekst als input. Dus bijvoorbeeld een verhaaltje over, er is een stukje touw of wire dat een bepaalde lengte heeft. En dat wordt in bepaalde stukjes opgeknipt. En de vraag is dan, hoeveel stukjes zijn dat dan op basis van de informatie die in die tekst staat? Nou is dat model dus gewoon in staat om die onderstaande output te genereren. Dus om echt te zeggen van oké, met deze berekening is dit het goede antwoord. Dus dat is eigenlijk ook precies wat je zou verwachten aan groep, ik weet het niet zo zeker, 4, 5, 6 misschien, van schoolkinderen die dat uit moeten leggen van hoe dat dan werkt. En dit supercomplexe algoritme kan dat dus op die manier doen. Puntjes alleen, het was wel Google die deed natuurlijk, dus ze hebben even een kleine uitleg erbij gegeven. Ze hebben namelijk met behulp van 6000 computers dat getraind, 1200 uur lang, en daarna nog een keer met 3000 andere computers, 300 uur lang, om tot dit model te komen. Het is een gigantisch model dus allicht. Met een beetje computers die er een beetje zo uitzien, dus dan moet je denken, rekken van computers, meters hoog, meters breed. En bepaalde berekeningen gaan ervan uit dat het tussen de 9 en 17 miljoen dollar heeft gekost om dat model te gaan berekenen. Dus ik denk dat er een zekere ondergrens zit aan wat je, of ja, misschien wel een bovengrens, aan wat je zou kunnen met AI, met je eigen huistuin en keukensysteem. Hoewel de computers natuurlijk steeds sneller worden, zoals we bij het praatje van Marielle al zagen. Maar er is nog enorme hoeveelheid rekenwerk te verrichten voor zulke modellen, voordat ze iets echt complex kunnen doen. Dus dat is zeker ook een uitdaging om dat goed te kunnen doen en om dat ook efficiënter te kunnen gaan doen. Want datakwaliteit, hebben we überhaupt de goede data om voorspellingen op te maken? Dus een beetje koffiedik kijken natuurlijk, als je niet alles van tevoren weet. Zijn er veel of weinig voorkomens, bijvoorbeeld in het voorbeeld met de blessures? Als er niet zo heel veel mensen geblesseerd raken, op zich jammer voor het model, beter voor die mensen natuurlijk. Maar de vraag is inderdaad, kun je daarmee wel de goede voorspellingen maken als het ware? Dus is er in je data ook dan weer een bias? Ga je in sommige gevallen discrimineren op basis van je data? Dus daar zijn ook hele discussies over te maken natuurlijk. En concepten als fair data gaan veel meer over dat het ook accountable is en interpreteerbaar is. En dat je het op een goede manier inzet, al die data die beschikbaar is. Even een voorbeeldje van die blessures. En een van de inmiddels klassiekers alweer van een paar jaar geleden. Amazon had een mooie tool ontwikkeld om sollicitaties van mensen te doorlopen. Klein probleempje alleen, geen enkele vrouw kwam door de selectiecriteria door het algoritme. Hoe kwam dat nou? Omdat dat model getraind was op de huidige werknemerspopulatie van Amazon, die overwegend mannelijk was. Dus het model had al geleerd van, er werken hier veel mannen, gaan we daar toch op selecteren, dan is het voor het goede gedeelte wel goed, zeg maar, als het 90% goed is. Goed genoeg. Dus dat is precies hoe we het niet moeten doen. En ik vraag me eerlijk gezegd ook een beetje af in hoeverre dat een echt iets was van Amazon. Of dat het gewoon een beetje promotiestunt was. Dat er nu heel veel vrouwen aan het solliciteren zijn met Amazon om eens even lesje te leren. Zou ik zeker aanraden natuurlijk. Maar dat zijn wel zeker de uitdagingen. En ik denk ook een van de laatste uitdagingen van AI is het in ieder geval verstandig inzetten. Term die wij vaak hanteren vanuit het onderzoek is dat het een key enabling technology is. Dus het maakt allerlei dingen mogelijk of mogelijker. Maar de vraag, wat kan ik met AI, is een beetje voor mij hetzelfde, vergelijkbaar als, wat kan ik met een hamer? Dus het is ook maar een stuk gereedschap dat je ergens voor gaat gebruiken. En net zoals dat als je een hamer hebt, lijkt alles op een spijker. Dus als je dat niet goed doet, dan wordt het inderdaad klapjes vangen. Dus dat is niet per se het goede, de goede insteek. Ten slotte, uitdaging van AI is ook het hele stuk integratie, want mensen denken vaak, oké, hebben een pot data, gooi daar AI overheen, komt iets moois uit. Daarmee zijn we klaar. En het kan zeker inzicht verschaffen in een hele hoop situaties met modellen en klassificaties, et cetera. Maar wat is er dan echt nodig voor AI? Dat is een van de hamvragen nu eigenlijk. En dat zie je ook bij onze projecten terug, rondom onderhoud en eigenlijk in alle domeinen.
ja, je moet eigenlijk wel weten wat voor soort data je moet hebben, wat er eigenlijk echt mogelijk is met bepaalde algoritmes, dat er ook mensen bij betrokken zijn die toch wel iets willen zeggen, zeg maar. Dus ik zie AI is eigenlijk als het topje van de ijsberg en daaronder hangt een hele hoop wat sowieso in eerste instantie goed gedaan moet worden. Zie je al een hoop technische termen? Nou, dat is volgens mij de andere 98% van het werk dat gewoon goed gedaan moet worden. Dus stukjes als beveiliging, domeinkennis, statistiek goed op orde hebben en alle IT die ermee mee gemoeid is, die moet je gewoon paraat hebben. En nog even aanhakend inderdaad op die singularity inderdaad. Kijk, de vraag natuurlijk is ook, oké, AI wordt steeds slimmer, computer wordt steeds sneller en ook slimmer. Maar volgens mij zijn AI-modellen vooral heel goed in één ding, namelijk één taak, bijvoorbeeld in het spoor ergens een object detecteren als we zo'n algoritme gebruiken. Datzelfde AI-model gaat voor mij geen kopje koffie maken in de keuken, dat gaat niet worden. Dus modellen zijn heel erg gericht op slechts één taak. En de vervolgvraag is natuurlijk, oké, hoe kunnen we dan generaliseren? Net zoals dat wij mensen generaliseren over bepaalde omgevingen, zoals dat ik weet dat hier deuren zijn waardoor ik naar buiten kan. Want ik ken het concept van een deur, maar wat betekent dat dan? Nou, misschien een beetje voorzetje voor wat discussie. Ja, Steven zal wel waarschijnlijk wild worden over de filosofische zaken daaraan. Maar de vraag natuurlijk is, wanneer kan AI dan echt zelflerend en zelfredzaam worden? En wanneer moeten we ons bergen voor de killer robots? Dat gaat nog een hele tijd duren, denk ik. Vooral als we zelf een beetje het roer in de hand houden. Want dat moeten we als mensen sowieso blijven doen. Anders gaan er enge dingen gebeuren en er gebeuren al her en der een paar kleine enge dingetjes. Toeslagenaffaire, één voorbeeld. In China, tal van andere voorbeelden. Dus daar moeten we vooral voor waken, zou ik zeggen. Reclameblokje voordat we naar de pauze gaan. Even een beetje zelfpromotie. Met Saxion hebben we ook een soort van AI-cursus opgezet, waarin je een paar dingetjes kunt doorlopen. Een paar relatief simpele sessies over wat voor methodologie erachter zit, hoe je het goed in kunt zetten. Dingen zoals machine learning, deep learning worden een beetje in meer detail allicht uitgelegd dan dat we hier kunnen doen. Maar een beetje eer wie eer toekomt, er is ook nog de nationale AI-cursus voor wie hem niet kent. Dus die kun je sowieso ook opzoeken, ai-cursus.nl. En die is ook eer wie eer toekomt, hij is vrij laagdrempelig, maar hij laat ook een hele hoop van de mooie concepten zien. Dus dat is ook zeker eentje om te bekijken. Dus gedachten en voel voor discussie, voor zometeen. Een goede inzet van AI begint bij een goed begrip. Het is een middel, geen doel. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is geworden. We zijn nog ver weg van het voorspellen van de toekomst. Nou, dat is misschien ook een beetje weer een open deurtje. Ik denk één vraag voor mij is, welke menselijke algoritmen denken jullie dat te digitaliseren zijn? Denk daar eens over na tijdens een klein borreltje. En hoe gaan mensen zich ook aanpassen aan die steeds evoluerende technologie? Dat is denk ik de allergrootste hamvraag waar we vandaag geen antwoord op kunnen krijgen, maar misschien morgen ook niet, maar daar gaan we wel aan werken. En dan echt als laatste leestipje, als je dit boek leest, heb je wat mij betreft propduizen, artificial intelligence binnen. Zo zeiden wij altijd tijdens onze opleiding. Dikke pil, 800 pagina's, wel heel erg onderhoudend. Dus bekijk het vooral eens, zou ik zeggen. Gödel Escherbach. En daarmee bedankt voor jullie aandacht en tot zometeen. Jeroen Linssen, hartelijk bedankt. We zijn een heleboel wijzer geworden. Een heleboel dingen konden we heel goed snappen. Nog steeds was er ook een heleboel rondom artificial intelligence en algoritmes, neurale netwerken, dat we denk ik niet helemaal snappen. Dat we niet straks thuis zomaar even kunnen navertellen. Dus dat daar een black box is en dat er een beetje magie omheen hangt, dat blijft nog steeds zo. Ook al weten we nu hoe het enigszins hoe het wordt toegepast voor onderhoud bij de NS, mm-hmm, enzovoort. Hele goede vragen, denk ik ook, om voor ons om over na te denken. Die inderdaad ook mijn hart sneller doen kloppen. Dat technologie een doel moet zijn, niet een doel moet zijn, maar een middel, als middel gebruikt moet worden voor onze doelen. Nou, heel benieuwd wat u daarvan vindt. Of u daar ook vragen over heeft. Of u nog weer benieuwd bent naar extra technische uitleg. Of dat u meer wilt weten over hoe intelligent de technologie kan worden en of het ergens op slaat of niet, dat we ooit een machine kunnen maken die intelligent is zoals een mens ongeveer en op eigen benen komt te staan. Nou, we wachten het af. We zijn heel benieuwd. Schrijf het op een bierveeltje, bij een biertje of koffie. Een fijne pauze en tot zo dadelijk.
De mensen, welkom terug. Nou, de aanmoediging om vragen op viltjes te schrijven heeft ontzettend goed gewerkt. We hebben een berg, dat is niet meer normaal. Daar komen we niet doorheen, tenzij u blijft zitten tot morgen 12 uur. Nou, we gaan zo zien, de redactie daar die heeft het dus moeilijk mee, maar dat gaat ongetwijfeld toch wel lukken. Maar eventjes 1, 2, 3, 4. Ah, maar dat is meteen mijn eerste vraag. Maar het is toch ook een logische reeks om te zeggen 1, 2, 3, 4, 5? Want nu leek het de suggestie, het enige goede antwoord, de enige oplossing van dit puzzeltje patroonherkenning is 1, 2, 3, 4, 100. Maar daar kon ik niet bij met mijn hoofd. Nou, het flauw is eigenlijk dat allebei waar kunnen zijn, totdat je echt weet wat het vijfde getal is. Dus dat is een stukje toekomst voorspellen. Ja, je weet pas of het goed gelukt is als je de toekomst hebt bereikt. Dus dat gaat nog gewoon niet worden, dames en heren. Nou begin ik het beter te snappen. Dus we raden, we doen, ja, wat zou het kunnen worden? Dan is mijn eerste gok blijft toch 5. Maar in dit het kan dus ook 100 zijn. Nou, we gaan eens even kijken of er al vragen uit het publiek komen. Nog een volgende vraag. Hoe kan het dat je niet kunt snappen hoe het algoritme werkt? Hoe kan je het dan aanpassen, verbeteren? Nou, dat is eigenlijk denk ik een hartstikke goede vraag. Hè? En een vraag, daar beginnen we gewoon het hele verhaal nog een keer. Dan kun je opnieuw beginnen eigenlijk. Maar dus we hebben het allemaal gehoord en we snappen het half. Maar toch zitten we nog met deze hele basale vraag. Nou, dus bij die zelflerende algoritmes. Nou. Ja, dus die zelflerende algoritmes die zijn heel goed in het herkennen van complexe patronen. En daarom, zoals ik ook eerder al zei, hoe die neuronen precies vuren, waarom een bepaalde neuron soms wel vuurt en soms niet, dat is heel lastig te begrijpen. En dat maakt het, van de ene kant maakt dat die algoritmes heel krachtig, want daardoor kunnen ze ook complexe patronen herkennen die wij mensen niet kunnen herkennen. Hè. Dat zag je met dat paardje in plaats van peer en dat tweede plaatje daarnaast. Nou, wij kunnen dat tweede plaatje niet meer goed zien. Maar een algoritme kan dat wel. Maar dat heeft wel als gevolg dat het algoritme zo complex is dat we het niet meer goed kunnen snappen. Misschien ook even een wedervraag naar het publiek. Wie weet er precies hoe zo'n mobieltje werkt? Toch kunnen we het gebruiken en zeggen van dat ding doet het niet. Dus waarom? Het moet beter. Op die manier een beetje, denk ik, de parallel. Ik heb daar nog wel een aanvullende vraag bij of een opmerking. Want inderdaad, ik ben tijdens jullie beide lezingen wel van overtuigd geraakt dat het echt heel moeilijk is om algoritmes transparant te maken. Of in ieder geval hoe ze van binnen, hoe de machinerie werkt. Hè? Dus dat is een black box. Maar goed, als ze eenmaal iets kunnen, dan kunnen ze wel iets. Bijvoorbeeld katten van honden onderscheiden. Ja, en dat leek me eigenlijk dat de vraag of de behoefte aan explainable AI en responsible AI en goed gebruik op een nuttige manier en voor goede doelen inzetten, dat zit hem dan dus ook heel erg op de vraag, waarom zou je honden van katten willen scheiden? Waar gaan we dat doen? Hè? Dus bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, is het een goed idee of niet een goed idee om met computers te speuren naar mensen waarvan wij denken dat ze misschien zullen gaan frauderen? En dat zit hem niet alleen dus in de binnenkant van de algoritmes. Ja, zeker. Maar dat geldt voor alle middelen, voor alle technologie. Hè. Een mes kun je ook gebruiken om iemand neer te steken of om je vlees te snijden of je kaas. Dus het gaat heel erg over waar wil je techniek voor gebruiken. En ik geloof echt dat wij, burgers, daar ook iets over te zeggen moeten hebben. Dus niet zomaar alles ruksigloos, overal, je hebt een bak data, train maar een neuraal netwerk. En klaar ben je. Zo werkt het dus niet. Ja. Dat kan niet iedereen horen, dus we gaan zeker, is er plaats voor zo'n soort opmerking uit de zaal, maar dat werkt hier niet zo goed op het podium. Dus ik denk dat wij ook gaan kijken of we vraag misschien wel een van u via de bierveeltjes tevoorschijn komt. Wat ik onder andere heb meegekregen,
van AI is data is key, maar. Dus dat gaat denken over garbage in, garbage out, of goede data, schone of vuile data. Maar produceren we niet langzamerhand veel te veel data? Ook met het oog op de enorme hoeveelheid datacenters en de klimaatcrisis. Nou, dat brengt nog een heel andere discussie in. Stel dat het lukt om fantastisch goede en handige dingen te doen met computers en met al die data. Wat als de prijs op het milieugebied zo enorm hoog is? Misschien jij eerst? Ja, dit is denk ik inderdaad een afweging die je zal moeten maken. Het is in die zin ook wel weer een beetje toekomst voorspellen. Want stel nou, je hebt een supergoed algoritme dat kan voorspellen of kan gaan bepalen misschien wel wat we zouden moeten doen aan de klimaatcrisis zelf. Dus die juist modellen kan gaan maken waardoor we de klimaatcrisis kunnen oplossen. Hoeveel energie is dat ons waard? Even de vraag een beetje omdraaien daar. En ook ja, als je modellen voor goede dingen in kunt zetten, nou, wat is dat je waard? En dat weet je van tevoren misschien niet helemaal. Ja, er zijn natuurlijk ook toepassingen waar juist AI het klimaat kan sparen, milieuvriendelijke toepassingen en oplossingen kan bedenken. Hè. Bijvoorbeeld als we als je kijkt naar onderhoud van, hè, jij had dat als voorbeeld van spoorwegen, van wegen, er wordt heel veel onderhoud gedaan als een soort waar het niet echt nodig is, als een soort vangnet. Hè. We onderhouden het maar, want misschien kan het kapot gaan. Maar als we nou veel meer grip kunnen krijgen op wanneer er storingen gaan plaatsvinden, kunnen we ook kunnen we daarmee ook energie besparen. Dat zou mooi zijn, denk ik. Hè? Maar het blijft toch de vraag dat het nog niet helemaal zeker is of dat ook daadwerkelijk lukt. Hè? Hoe de balans is tussen de milieuvoetafdruk van al dat computergeratel, ja, tegenover de opbrengst die het levert. Maar daar zijn jullie in ieder geval wel heel erg van bewust, dat het ook een belangrijk punt is. Er is heel veel data, dat is duidelijk. En er komt alleen maar veel meer data en veel sneller heel veel data bij. Ja. Ook als resultaat van wat we zelf allemaal doen met onze mobieltjes en onze website bezoeken en dergelijke. Maar ook zeker van bedrijven die alles willen bijhouden eigenlijk voor het geval dat ze iets willen gaan doen met die data. Volgens mij moeten we daar veel eerder de vraag gaan stellen van, oké, waarvoor doen we het? En niet van, we doen het maar, want wie weet komt die data nog wel een keertje van pas. Dus even een beetje terugdraaien juist wat de echte vraag is. Ja, want dat is eigenlijk wel het belangrijkste bij al die AI-algoritmes. Je begint niet bij de data, nee, je begint met de vraag. Welk probleem wil je oplossen en welke data heb je daarvoor nodig? En niet, we hebben een leuke bak data, laten we eens kijken wat al die algoritmes daarmee kunnen. Nou, dat lijkt mij een heel verstandige wijze insteek. Desalniettemin is het nu wel een beetje een sfeer, hè? Een trend, omdat veel mensen een soort enorm veel prestige toekennen aan de data en wat computers allemaal niet kunnen en de eigen kracht van artificiële intelligentie en algoritmes. Hè? Dus dat lijkt me toch wel iets waar we met z'n allen een taak hebben, hè? om daar zelf de baas te blijven, zelf bewust mee om te gaan. En in zekere zin de hype te verslaan, als ik het zo mag noemen. De hype te verslaan, nou. Ja. Dus de manier waarop ik dat zelf interessant vind om dat te zeggen is, we zeggen allemaal, kijk eens wat de data zeggen en wat de data allemaal kunnen. Wat de data zeggen, maar we moeten ook nadenken over wat wij, de data, ons willen laten zeggen. Hè? Ook in de zin van voorzeggen. Het is maar de vraag, je hoeft niet overal klakloos naar te luisteren. Hè? We moeten zelf baas blijven. Maar daar zijn jullie helemaal mee eens als ik het zo hoor. Kijken of we nog een nieuwe vraag geprojecteerd kunnen krijgen. Nou, dan gaan we het over een grote affaire hebben. Ligt het probleem bij de toeslagenaffaire bij het algoritme of bij het onoordeelkundig gebruiken van? Nou, het onverstandig, slecht gebruiken van. Daar willen we nu wel eens even een definitieve antwoord op horen. Dat gaat er nu al een paar jaar over. Het is vreselijk uit de hand gelopen. Zou het toch mooi zijn als wij hier in Enschede daar eens een analyse van kunnen krijgen? Nou, ik zou zeggen, de oorzaak is echt het ondeskundig gebruik van het algoritme. Er was een probleem, namelijk fraude met uitkeringen. Dat probleem is er. Er was een oplossing, namelijk algoritmes.
Maar vervolgens is er naar mijn smaak veel te weinig gekeken naar, is dat een effectieve oplossing? Is het een goede oplossing? Zijn er misschien ook nadelen aan het algoritme? Nee, er was een soort optimisme over, ja, algoritmes, data, dat kan lekker snel en ja, zonder daarbij kritische vragen te stellen over het gebruik. Ja, heb je, hoe zie jij dat? Nou ja, ik zie het inderdaad precies hetzelfde zoals jij het ziet. Als je nu data of algoritme of AI daar vervangt door iets als het orakel, nou, een beetje vanuit de oudheid, zou je het dan wel geloven? Zou je daar wel die waarheid aan toekennen als iemand anders het zou zeggen? Dus wat laten we ons data zeggen? Is ja, dan is raak? Ja, wat neem je voor waar aan eigenlijk daar ook? Maar hoe zit het dan met dat wij met z'n allen, hè, de samenleving in dit decennium, op die, daar zo de mist in gaan? Waarom is er zo'n artificiële intelligentie en algoritme hype? Waarom kennen wij zoveel prestige toe, zonder zelf nog na te denken dan in het gebruik? Met alle respect denk ik gewoon onbegrip. En dat we niet precies weten inderdaad hoe het in elkaar steekt. Dus dan lijkt het iets heel magisch misschien. Terwijl het eigenlijk tot op zekere hoogte verklaarbaar kan zijn. Nou, en hebben wij op deze, en dan ben ik benieuwd hoe wij wat er tijdens deze avond is gebeurd. In hoeverre dat die magie is een beetje, hoe zal ik maar zeggen, onttoverd. Mm. Of dat we het nog weer een beetje betoverd zijn geraakt. Want het kleeft het onderwerp enorm aan. Dus waar we het straks over hadden, ja, je kunt eenmaal heb je een systeem getraind. Dat kan iets, dat kun je gebruiken voor het een of het andere. Dat kan werken of niet werken. Maar dat het zo moeilijk te doorgronden is, wat er dan daarbinnenin zit, ja, daar zit die zweem van geheimzinnigheid, van magie, die blijft daar omheen hangen. Ja, maar zoals Jeroen net ook al zei, er zit ook, ja, in je mobieltje zit heel veel dingen die wij niet begrijpen. Alleen het verschil is dat experts snappen beter hoe een chip in je mobieltje werkt, hè, die hebben ze zelf ontworpen, dan wij. Dus het is op zich voor ons mensen niet raar om dingen te gebruiken die wij niet snappen. Ja, mobieltjes, ik weet ook niet precies van A tot Z hoe mijn auto werkt. En toch gebruik ik hem. Nou, dat is echt wel mooi uitgelegd. Dus misschien geldt dat inderdaad ook voor veel primitievere technologieën. Die zijn misschien bij toeval ontdekt, blijkt gewoon te werken en we gebruiken ze met vertrouwen. Ja. Eens kijken of we nog een nieuwe vraag kunnen krijgen. Ah. Okay, nou, goeie vraag. Ja, dankjewel. Nee, het is geen vraag, maar een antwoord. Nee, wat waren de websites en het e-mailadres van Jeroen? Ja, doe je voordeel ermee. Nou, nu nog eens een vraag. Te snel. Oh, de vraag blijft nog staan. Ja, dan gaan we hem toch aan de afloop nog zo lang projecteren als jullie maar willen. Ja? Op welke termijn kan Structon algoritmen zinvol inzetten voor onderhoud, defect en herkenning? Dus, de projecten waar jullie over wat over hebben verteld, zulke projecten in het onderhoud, staat er nog ver af van daadwerkelijke toepassing of zijn jullie daar heel dichtbij? Even misschien antwoord in twee delen. Vanuit ons onderzoek gedacht is het altijd van, ja, we moeten wel geld krijgen om ons onderzoek te doen. Dus kom maar op, dan gaan we het nog sneller doen. Maar tweede, hier een crowdfunding actie onder ja, in dit publiek. Iedereen een euro bijdraagt dan volgend jaar. Nou, ik weet niet of ze allemaal meteen warm lopen voor het voor onderzoek. Als de treinen weer rijden, dan ja, oké. Okay. Op welke termijn? Ik denk dat het echt heel moeilijk te zeggen, want we moeten ook natuurlijk voldoende data hebben dat er al dan niet iets misgaat. En als we pas sinds een paar jaar data verzamelen, heb je dan wel genoeg data om daar iets over te kunnen gaan voorspellen. Dus dat is nog wel een beetje, ook daar koffiedik kijken, want ik vind het zelf altijd heel riskant. Moeilijk te voorspellen. Riskant om voorspellingen op langere termijn te doen, ja, dus dat doe ik liever niet. Er zijn heel veel vragen, dus we wachten gewoon of er nog één komt. Oeh, mooi opgeschreven, ja. Maar ik moet wel even iets dichterbij gaan staan. Hoe kan de mens zelflerende algoritmen beheersen? Nou, dat heb ik inderdaad goed meegelezen. Hoe kan de mens zelflerende algoritmen beheersen? In vorm houden. In toom houden. In toom houden. Bijvoorbeeld. En iets aanklikken. Bij prijsstijgingen. Maar, dus zelflerende algoritme. We weten niet precies wat daar gebeurt.
Maar is dat dan niet bij uitstek, zou je kunnen zeggen, een technologie waarbij waar we die typische angst voor moeten hebben, dat we een monster van Frankenstein creëren, dat ze eigen gang gaat, dat we niet kunnen beheersen. Hoe houden we zelflerende algoritmes in toom? Of is dat niet zo'n probleem? Ja, die zelflerende algoritmes die leren van voorbeelden. En als jij bepaalde voorbeelden, als je betere voorbeelden of specifieke voorbeelden voert aan zo'n algoritme, gaat die zich ook anders gedragen. Dus als je plaatjes van katten allemaal met mooi weer genomen zijn en je plaatjes van honden met slecht weer, dan gaat dat algoritme niet leren, staat er een kat of een hond, maar dan gaat die leren, is het goed of slecht weer. En sowieso kun je natuurlijk die algoritmes kun je wel in de gaten houden. Je kunt wel monitoren, je kunt, hè, ik had het over de trainings- en de validatiefase. En die validatiefase, testfase, hoef je natuurlijk niet maar één keer te doen bij het begin. Nee, je kunt dat ook nog tussentijds doen van een algoritme. Ja, klopt het nog? Geeft hij nog steeds met hele hoge kans de goede uitkomst? Of zie ik rare dingen? Dus beter in de gaten houden. Maar is het dan zo dat als we het vergelijken met vuurwerk of met dynamiet, dat is gewoon heel gevaarlijk, hè? Dus je probeert er goede dingen mee te doen, maar het kan ineens ontploffen. Dan heb je een ongeluk. Is dat gevaar bij algoritmes eigenlijk heel klein? Want op zich kan het niet op dezelfde manier ontploffen. Alleen in het verkeerd gebruik, zoals in de affaire bij de Belastingdienst, dat verkeerde gebruik kan enorm ontploffen. Maar niet zozeer het algoritme zelf. Is dat een goede uitleg of slaat het nergens op? Ik vind dat je me redelijk goed daarmee samenvat. Ik zou er dan willen toevoegen dat als je gaat kijken inderdaad hoe zo'n algoritme werkt, dat je dan ook eventjes goed in de gaten houdt. Ik had iets in mijn hoofd, maar dat is me even ontschoten, sorry. Ja. Algoritme werkt niet goed, sorry. En het is natuurlijk zo, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar dat zogenaamde explainable AI. Dus AI die beter uitlegbaar is. Bijvoorbeeld dat je een algoritme ook nog combineert met een model wat we wel snappen. Misschien een model uit de natuurkunde of een plaatje van de architectuur van een gebouw. En juist door dan die data met het model steeds maar te vergelijken, kunnen we toch betere grip krijgen. Er zijn nog een heleboel andere technieken ook, maar dat is wel echt een onderzoeksgebied dat heel erg in de belangstelling staat. Ja, misschien moet je inderdaad dan niet gewoon in één keer de oplossing voor bijvoorbeeld iets als de klimaatcrisis door een model laten berekenen, maar gewoon tussenstapjes door zo'n zelflerend algoritme laten doen, zodat je als mens nog steeds blik hebt op alle tussenstapjes die er automatisch gedaan worden. En dat een betere insteek is inderdaad om gewoon te doen. En niet alles gewoon, hier is de data, zorg voor de oplossing en wij nemen het aan. Nee, we gaan even kijken wat op welke punten voor waar aangenomen kan worden. Ik heb vanuit mijn eigen vakgebied, ethiek en technologie, ook nog wel een mooi voorbeeld van explainable AI dan. Dat is een algoritme-register, wat toegepast wordt in de gemeente Amsterdam en Utrecht. En dat zal elders ook gaan gebeuren. Dus toepassingen voor het automatisch scannen van nummerborden, om parkeerboetes uit te delen en zo. Dan hebben ze een soort audit gedaan en precies wordt verteld en is uitgezocht wat er allemaal gebeurt en wat de rol van algoritme daarin is. En dan kunnen wij dus als publiek kunnen we dat opvragen, kunnen we bekijken. Dus dat is een algoritme-register. Is dat een goed voorbeeld? Wat bij explainable AI past? Nou, het zorgt in ieder geval voor meer transparantie. Ja, je hebt als burger meer controle over wat er met de data gebeurt. Je weet beter wat er met de data gebeurt. Maar goed, die algoritmes in dat register kunnen natuurlijk zelf nog abracadabra zijn. Nou, daar blijft dus toch nog een stukje magie. Dat blijft. Eens kijken, hebben we nog een vraag? Zijn er bepaalde toepassingen of sectoren waar, wat jullie betreft, AI nooit toegepast zou moeten worden? Ethisch gezien. Ethisch gezien. En dan ook heel erg ethisch. is dat... Ja, ik vind het een hele mooi geformuleerde vraag.
gaat er wel een beetje vanuit dat, ja, dat algoritmes zelf misschien kunnen ontploffen. Dus dat zit hier misschien achter. Ja. Dus dat is dan iets wat we mee moeten nemen. Dus of het eigenlijk, is het wel een goede vraag of is het geen goede vraag? Ja, durf er niks te zeggen. Je microfoon doet het weer. Doet mijn microfoon het weer? Oh, kijk. Dat is nou een blackbox algoritme. Want als het zo is dat de algoritmes zelf niet zo gevaarlijk zijn, maar de manier van gebruiken, dat daar het gevaar in zit. Oké. Ja, dan is het altijd, is in elk domein de vraag, hoe gaan we het gebruiken? Houden we daar zelf controle op? Denken daarover na. Ja. Hè? Dus dan is die vraag te zwart-wit, hè? Ja, nou, ik denk wel dat je zulke dingen moet reguleren, net zoals dat ook regels kleven aan auto's. Die moeten ook een bepaalde standaarden voldoen. Waarom onze algoritmes dan niet? Ja. Ja. Nou, veel instemming uit de zaal. Goed. Dan hebben we die vraag mooi afgehandeld. Volgende vraag. Oh ja, dat is een heel verhaal, maar ik heb hem in de pauze al even gelezen, dus ik weet ongeveer wat er staat. Dus, ik, iemand hier, hand omhoog, kijk, ben op zoek naar een AI-model dat automatisch alle woningen in een regio, in Nederland, heel vaag welke zou dat zijn, de Achterhoek, herkent en indeelt in gelijksoortige groepen om efficiënt te kunnen verduurzamen. Dus, is het mogelijk om, kunnen jullie helpen? Het leek mij wel een project waar jullie iets over kunnen zeggen. Is dit mogelijk? Kun je woningen in Nederland sorteren, herkennen en dan in de klassen indelen van woningen zijn op een bepaalde manier verduurzaamd. Kunnen we diezelfde technologieën, diezelfde aanpak ook gebruiken voor een heel aantal andere woningen? En dan automatisch die woningen vinden. Kunnen jullie dat? Ik zal het je nog sterker vertellen. Collega lector van Saxion bij het lectoraat Smart Cities is precies met zo'n project bezig. Ja, dat heet volgens mij Building Information Models. Daar zijn heel veel, misschien niet AI, maar wel heel veel data opslaan over woningen. Wat voor woningen zijn het? Wat is het bouwjaar? Welke kavel? En een van de toepassingen is dan verduurzamen, maar ja, ook andere risico's. Misschien staat het in overstromingsgebied, staat het in aardbevingsgebied. Dus dit gebeurt al lang volgens mij en denk ik niet met heel veel AI op dit moment. Nee, maar ik denk voor een stukje verduurzaming zou het dan interessant zijn om te kijken naar het energieverbruik van die woning en bij welke temperaturen dat wordt geregeld. Ja, dus daarvoor zou je extra data moeten verzamelen. Maar daar zitten natuurlijk weer enorm veel privacy aspecten aan, want je kunt aan iemands energiegebruik, kun je eigenlijk een totaal profiel maken van wie er woont. Hoe groot is het huishouden, ze hoog, laag opgeleid, werkende, kinderen, alleen maar door aan het energiegebruik. Dus het is wel een vraag, willen we dat dan? Ja, dus dit soort per wijk een beetje in kaart brengen en per straat. Daar ga je toch iets over mensen zeggen wat je normaal gesproken nog niet deed. Hè? Dus dat, als je op die manier patronen in data gaat herkennen. Ja, dat doet me denken aan de manier waarop de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen overal werden gepresenteerd. Daar staat ook in, kijk hoe er in jouw wijk is gestemd. In Roombeek, waar ik aan woon, heeft 100% op CDA gestemd. Nou, toen voelde ik mezelf wel een beetje neergezet. Nee, stel je voor dat is, hè? Dat is een beetje wat hier speelt. Ja. We gaan nog, we hebben tijd voor nog wel een vraag. Op welke uitslagen van welke sport kan ik het beste met ondersteuning van AI gokken? Nou, dit vind ik ook wel een interessante vraag. Is het mogelijk, zijn jullie, als jullie je daarop zouden toeleggen, in staat om voor jezelf en voor ons en voor ons allemaal ook natuurlijk, geld te verdienen met gokken? Dat bestaat al. SciSport is een bedrijf, is een start-up van de UT, die doen dat. Dus het kan. Maar werken die ook aan het voorspellen van uitslagen die je kan gebruiken voor het... Ja. Nou ja, als je misschien blessures kan voorspellen op basis van hoe hard de mensen rennen op het veld en hoeveel stappen en hoeveel sprongetjes ze al hebben gemaakt, dan moet het misschien ook wel mogelijk zijn om de uitslag te voorspellen van een wedstrijd. Maar sterker nog, ik denk dat de bookmakers zelf, dat die ook dit soort algoritmes gebruiken. Ja, die zijn ook niet dom. Dus is daar eigenlijk al een AI-wedstrijd aan de gang?
Nou, dus dat denk ik wel. En ook als je kijkt naar beurskoersen, aandelenkoersen, is heel veel, veel AI. Dus er wordt echt geld mee verdiend. Vind je dat ook nuttige en wenselijke toepassingen? Dus dat mensen niet op basis van hoe wij normaal nadenken, met elkaar praten, hun beleggingen doen. Maar, en misschien wat ze... maar dat ze... Dat het erom gaat wie de beste computer heeft die het snelste al dingen ziet aankomen, zodat je daar snel winst kan pakken. Is dat? Nee, dat is praktijk. En sterker nog, worden snel zelfs kabels aangelegd, zodat je sneller bent. Daar ben ik niet voor, maar ik kan me wel voorstellen als jij als met een AI-algoritme beter kan voorspellen welke bedrijf meer groeikansen heeft. Ja, dat zou ik wel redelijk vinden, maar goed, er zijn natuurlijk ook altijd rare dingen. Ja, moet je nou echt een extra kabel gaan aanleggen, zodat je sneller bent met jouw algoritme om die aandelen te kopen? Dat vraag ik me dus wel erg sterk af. Ja, dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Zeker. Ja, gebeurt. Maar dat is in zekere zin dus een wedstrijd in wie de beste technologie heeft. Dat heb je soms in sporten, heb je dat natuurlijk ook. Maar dat is wel misschien op een bepaalde manier toch een beetje een heilloze route of zo. Dat komt dan als een extra laag op het eigenlijke werk, het eigenlijke proces. Ja, daar kun je dus afvragen in termen van klimaatimpact. Wat kost het allemaal aan energie om al die data op te slaan? Of we die kant wel op moeten willen? En wat levert het op, denk ik ook. Ja. Ja, een hoop geld voor een paar mensen. Moeten we dat willen? Moeten we dat niet een beetje reguleren, zeg maar? Ja, kan AI ook helpen bij het eerlijk verdelen van middelen en tussen mensen? Even kijken, hebben we nog een aantal vragen? Het gaat gewoon door. Ja, dan willen we er graag nog een paar behandelen. U heeft zoveel vragen ingeleverd. Dan willen we er ook graag een heel aantal aan bod laten komen. Nou, hier waren we net al over begonnen. Werkt het casino met algoritmes? Zo ja? Ja, nou ja. Kijk, hoe ontcijfer je die? Als je bijvoorbeeld blackjack gaat spelen in een casino, is het gewoon eigenlijk in ieder casino verboden om kaarten te gaan tellen. Want als algoritme kun je daarmee letterlijk het spel winnen. Dus als je daar wordt betrapt, wordt het casino uitgemieterd. Dus zij houden zeker in de gaten inderdaad hoe jij je gedraagt. Dat in eerste instantie. En het casino, alle spelletjes zijn er gewoon opgemaakt, op basis van game theory, zoals dat dan heet, dat jij verliest. Casino wint altijd, dat is gewoon de bottom line. Anders zou het niet bestaan. Nou, dat is wel ontluisterend. Ja, yes, sorry voor degene die dat leuk vindt. Ja. Maar goed, wij blijven toch gaan. Nou ja, wij. Ik kom er niet zo vaak. Omdat je toch, je kunt wel voor een tijdje. Je kunt de kans een is een grote klapper maken. Maar als je hele leven elke dag erheen gaat, dan ben je dus wel behoorlijk zeker aan het einde onder de nul. Hè? Makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat een AI-dataset niet bevooroordeeld is? Hoe zorg je ervoor dat je een niet bevooroordeelde dataset aanlevert om een systeem te leren, te gaan trainen? Bij Amazon hadden ze dat dus fout gedaan, als het verhaal klopt. Ja. Dus daar is het discriminatie in, discriminatie uit. Ja, kan ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja, nou, dus er zijn technieken die kijken of een dataset bevooroordeeld is, ja of nee. Dus die zeggen van, zitten discriminatorende factoren in? Ik weet zelf niet hoe je die er dan weer uit kan filteren. Ja, dat is dan weer net niet mijn expertisegebied, maar het bestaat wel. Ik denk in eerste instantie heel basis, op een heel simpele manier, eigenlijk kijken naar de data die je hebt. Om even een heel klein voorbeeldje te noemen. Stel, we hebben een dataset met 10 mensen, 9 ervan hebben nooit iets fout gedaan, nooit opgepakt. 1 persoon heeft wel een of andere misdaad gepleegd. En die komt toevallig uit Enschede en de rest komt uit Rotterdam. Dan zeggen wij volgens het algoritme, waar komen alle criminelen vandaan? Enschede. Ja. Niet echt iets om trots op te zijn misschien. Nee, denk ik. Zou Ali G dan voor zeggen? Ja. Dus volgens mij kun je daar op basis van die informatie al kijken, oké, is het gebalanceerd, die data? Zijn er genoeg voorkomens van criminelen, als je het zo wil noemen, iemand die een misdrijf heeft gepleegd? Dat is al een eerste check die je kunt doen, als het ware. En daar zijn wel wat tools voor, om in eerste instantie al dat overzicht te geven, dat in ieder geval je data representatief is voor bepaalde dingen die je wilt analyseren. Ik denk dat je in het geval van Amazon ook zou kunnen zeggen, hè, aangenomen dat het verhaal, anders dan jij zegt, gewoon helemaal naar waarheid is, precies zoals het is gegaan, is het ook verteld.
Dan zou je ook kunnen zeggen dat wij met z'n allen ons ontzettend van bewust zijn geworden dat tot nu toe bij Amazon, hoe er werd geselecteerd, heel erg vrouwonvriendelijk en man bevoordelend was. Hè? En dat is ons extra duidelijk geworden nadat we een computer die zelf op dezelfde manier hebben laten werken zoals wij het tot nu toe deden. Daar hebben we het vooraf ook al even over gehad. Daar zou je kunnen zeggen dat als mensen dat doen, nou misschien ging het dus in de lang helemaal verkeerd, maar we zijn toch iets makkelijker in variëren, in het corrigeren van onszelf. Als we zien, we hebben nu al 5 keer achter elkaar een man gekozen, zullen we niet ook toch maar een keer een vrouw kiezen? Dan kunnen we onszelf toe zetten. En dat soort correctie zal een algoritme niet snel doen, hè, denk ik. Niet automatisch volgens mij. Volgens mij zijn we nog steeds veel beter in bepaalde patronen herkennen in menselijke dag in ieder geval, andere dingen ook. En dat lijkt me ook wel echt een punt wat dan nu in deze tijd enorm speelt. Ook als je naar de Belastingdienst kijkt, wat gaan we dan doen? Gaan we dan het algoritme weer naar huis sturen? Dat moet verbeterd, moet anders, moet opnieuw getraind worden. Of, en dat is dus ongelukkig, gaan we daar toch maar in verder zeggen, we hebben er ingestopt wat er volgens ons in moest. Dan gaan we onze procedures, houden we vol. We zeggen, dit is een rationele manier van werken. Dus dat komt erop neer dat wij onze eigen menselijke procedures aanpassen aan de discriminerende, meer technische rationaliteit. Dat is ook een van de vragen. Hè? Gaan wij onszelf aanpassen? Ja. Te veel aan. Jij hebt eigenlijk een beetje ontluisterend antwoord al gegeven toen je zei. Toen je in het studentenhuis kwam en jij kon als enige alle pannen in het kastje krijgen. Toen zeiden ze, en jij was er trots op. Dat ik een robot was. Een robot. Zeg maar. Ja. Maar hoe denk je daar nu over dan? Als nu in deze context. Wat vind je ervan dat wij. Is het goed dat wij. Nou, in hoeverre is het goed dat wij mensen rationeler worden door de algoritmes die we hebben gemaakt te gaan nadoen? En dat wij zelf ook zo streng en zo precies worden als de algoritmes die wij maken. Ja. Volgens mij moeten we niet zeker, even heel flauw gezegd, er moet altijd een soort van menselijke touch zijn, een human touch daarbij zijn natuurlijk. Ik denk dat we vooral moeten leren samenleven met de technologie die we voorhanden hebben. En dat we ons niet moeten vergissen inderdaad op basis waarvan we nou conclusies trekken. En ik denk dat een best wel pittig iets is om goed rationeel over dingen na te denken. Algoritmes kunnen daarbij helpen sowieso. Maar je moet ook goed bewust zijn van dat jij niet alles weet, dat je algoritme niet alles weet, dat niemand in deze zaal alles weet. Dus op die manier moet je goed nadenken. En ik denk, wie moeten we raadplegen? Ja, als mens zijn we heel erg gewend om ons aan technologie aan te passen. Hè? Als ik kijk naar auto's, we hebben ontzettend veel aangepast in de maatschappij aan auto's. We hebben wegen, we hebben benzinestations, we hebben parkeerplaatsen, allemaal gebouwd om efficiënt met die auto om te gaan. En zo kan het ook met algoritmes. Als we goed weten wat we ermee willen. Precies. Kijk, en dat zijn we natuurlijk nog aan het uitvinden. Dat is ook niet zo raar. Hè? Als we bijvoorbeeld naar fietsen kijken, hadden we vroeger fietsen met een enorm groot voorwiel en een heel klein achterwiel. Ja, daar hebben we ook van bedacht. Ja, was niet zo handig. Nou, ik denk dat we een belangrijk punt hebben aangeroerd, wat in het algemeen geldt voor hoe mensen en technologie samengaan. En zeker ook met technologie die een beetje denkt. Hè? Dus die ook, net als wij een beslissing maken of ons helpt bij beslissingen maken en nadenken. In hoeverre passen wij ons aan en in hoeverre moet de technologie gewoon precies doen wat wij vinden. Moet zich maar aan ons aanpassen. Daar heb ik nog een anekdote bij. Ik heb een jaar in Parijs gestudeerd en toen had ik in mijn scriptie opgeschreven daar. Technologie en mens, die aanpassing gaan over en weer. Dus ook de mens past zich aan technologie. Denk aan nieuwe schoenen die je aandoet. Je voeten moeten een beetje harder worden en blaren vormen en de schoenen moeten een beetje uitlopen. En toen zeiden twee van de ethiekdocenten daar, zeiden, mijn maag draaide om toen ik dat las. Die vonden het echt vreselijk. Die konden niet verkroppen dat hij dat had opgeschreven. Terwijl hier in de opleiding in Twente was dat juist een vooruitstrevend inzicht. Dat we dat echt beseffen. Dat de geschiedenis van mens en technologie gaat samen op. Hè? Dus wij passen ons inderdaad altijd aan. Maar zij waren bang dat we dan te veel weggeven. Als we zeggen, de mens heeft zich altijd al aangepast aan technologie, dat zal ook altijd zo blijven, dat we dan room. Hè, ook maar als niks, ik kijk hoe snel mijn kinderen zich hebben aangepast aan mobieltjes, die zijn natuurlijk helemaal vergroeid met hun mobieltjes, die kunnen echt geweldig Engels. Gewoon omdat, dat is ook een soort aanpassen. Die weten alles te vinden. Dus wat dat betreft, En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat bij andere technologie, toen de eerste treinen kwamen, dat waren
de mensen daar waren daar echt bang van. Er waren echt artikelen in de krant, ingezonden artikelen van boeren die een trein langs een weiland hadden gekregen, een spoorrails. En die zeiden, ja, de koeien geven nu zure melk. Ja, als wij dat nu lezen, dan denken we ook van, ja. Dus we moeten ook niet te angstig worden. We moeten echt een goede balans vinden. Nou, daar hebben we dan hopelijk een bijdrage aan geleverd, aan verstandig nadenken over het vinden van een goede balans. Om technologie goed in te bedden in onze manier van leven. Met een beetje aanpassen van beide kanten. Wij komen denk ik aan het eind van deze avond en deze discussie. Nou, voor de mensen die graag nog een keer het e-mailadres van en de website van Jeroen zien. Nee, ik ga hem vaak gebruiken inderdaad. Zullen je zin? Eventjes, Dit is de beste slide ever in de geschiedenis van 13 jaar Science Café. Ja, precies, de meest favoriete dia ooit. Ja. Nou, nogmaals ontzettend bedankt voor jullie lezingen en voor de discussie die we samen wij hadden en met jullie. En met dus alle mensen die ook de bierveeltjes hebben ingevuld. Wij hebben dit voorjaar nog één volgend Science Café. Op 25 mei gaan we het over heel iets anders hebben. 40 dagen. Op weg naar duurzaam ondernemen. Met André Nijhoff van Nijenrode Business School. En dat belooft ook een hartstikke interessante, mooie avond te worden. Nogmaals, dank jullie wel. Marielle Stoelinga, Jeroen Linsen.